wou nog even wat vertellen. Dat, over Gerrit dan, hè? Ja, daar ging het toch om? Ja, oké. Okay. We hadden een voorstelling van Badmuts en Gerrit zou niet meedoen. Die mocht thuis blijven van Cilia, want dat had ze liever niet. En plotseling kregen we te horen, Gerrit doet wel mee, want hij wilde heel graag meedoen. Maar we hadden niet echt een rol meer, want alles was al uitgedeeld. Toen werd hij Manuel genoemd. Hij was het manager voor alles voor iedereen. Technisch theater betekent ook dat er een computer was. Die moest ontploffen, dat had ik bedacht. En ik had Gerrit gevraagd om samen naast me te staan, omdat als het fout zou gaan, dat hij de brandblusser ter hand zou nemen om de boel te blussen. Dus de toespraak begint en ik heb stiekem de technische theater, de computer aangezet, paf, laat ontploffen. En Gerrit ziet dat, begint meteen te spuiten met een brandblusser. En dat doet hij niet alleen dat kleine beetje van de computer, die helemaal niet in de brand vloog. Maar hij spoot gewoon verder. Er riep iemand, Gerrit, daar ook. En hij spoot overal, helemaal. Dus in dat gebouw, waar allemaal mensen en gasten waren, waar alle glazen mooi gepoetst waren, de bar stond klaar, de etenhapjes stonden klaar. Die waren overladen met allemaal stof wat uit die brandblusser kwam. De mensen stonden buiten en Gerrit stond ijzerheinig door te spuiten met de brandblusapparaat. En dat betekent dat Gerrit conscientieus en serieus altijd aan het werk was. Dat wilde ik eigenlijk nog even kwijt.